De Hiswa Amsterdam Bootshow is in volle gang. De grootste watersportbeurs van Nederland hoopt dit jaar weer zo'n 40.000 watersportliefhebbers naar de RAI Amsterdam te trekken. Door het gevarieerde aanbod is er voor ieder wat wils. We laten eigenlijk de watersport in de volle breedte beleven door de bezoeker. Dus dat betekent dat we niet alleen heel veel boten hebben liggen, maar ook alles wat daarbij hoort. Dus onderdelen, accessoires, maar ook een heleboel activiteiten dat mensen dingen zelf kunnen doen en kunnen beleven. Dus een heel breed platform. We hebben een aantal dingen echt veranderd. We hebben zogenaamde werelden. En een van die werelden die echt nieuw is, is de wereld van Hiswa Klassiek. Dan moet je denken aan klassieke schepen als tjotters, botters, valkenklassen, etc. Waar echt de nostalgie vanaf spat, zeg maar het varend erfgoed. Dus dat is een hele nieuwe wereld die we hebben toegevoegd. Dedo Fruithof van Hiswa Klassiek is blij dat er ruimte gemaakt is voor klassieke schepen op de Hiswa. Het geeft eigenlijk aan waar onze watersport vandaan komt. Met die schepen is het begonnen. Ik heb het gevoel dat ze allemaal even hier komen en denken, hey, god, dat is weer leuk dat het hier is. En dat merk je echt. Ze komen echt hier naartoe. En ik heb zoveel mensen van de andere hallen ineens van, kijk eens een beetje, nou, toch even kijken. En dan blijven ze hier gewoon, want er is toch wel veel te genieten. De Hiswa is nog te bezoeken tot zondag 9 maart.